Jelle ter Rouwela, je slaat de ochtendtraining op woensdagmorgen over. Kan je eens uitleggen waarom? Ja, 2 weken geleden tegen voor het PSV heb ik misschien mijn enkelband wel een beetje opgerekt. En gisteren voelde ik hem weer een beetje, dus toen ben ik uitgestapt. En vandaag is besloten dat ik een training oversla. Die wedstrijd tegen PSV die heb je toch gespeeld, maar dat was ook kantje boord, hè? Ja, achteraf had het eigenlijk niet gekund, omdat je dan je neemt behoorlijk wat risico. En je speelt met een injectie en dat is natuurlijk niet echt bevolkt voor je enkel. Maar ik heb het gedaan, ik heb geen last van gehad in de wedstrijd zelf. Een paar dagen daarna heb ik wel behoorlijk wat last van gekregen. Wel goed hersteld daarvan. Alleen gisteren voelde ik het weer een beetje. Dat is geen goed teken. Nee, maar nu is het alweer een stuk rustiger, dus ik kan morgen gewoon weer trainen. Wat is er dan mis met die enkel? Ouderdom. 32. Nou, ik ben er gewoon doorheen gegaan denk ik, op de training. Ik heb het zelf niet gevoeld, dus dat was een beetje een vreemd geval. Maar het is gewoon een beetje opgerekt en dat kan al eenmaal gebeuren. Betekent dat er nog meer rust de rest van het trainingskamp? Of zeg je van nou, dit zal voldoende zijn? Nee, ik moet niet altijd veel rust hebben, want dan word ik lichtelijk gek in mijn kop. En ik moet niet altijd veel trainingen missen van mezelf. Nee, ik sla gewoon nu over omdat we vandaag 3 kwartier partijspel spelen en daarin niet al te veel te doen krijgen. Dus heb ik wat cardio training gedaan.